Nou, dames en heren, we zijn in de nieuwe loods. Zoals je ziet is het best wel ruim. Er moet nog een hoop opgeknapt worden. En ik neem jullie even mee naar boven. Hier komt onze opslag van alle producten die we hebben. Mooi ruim, hier komt nog een chillhoekie. Hier wordt een wandje geplaatst, zodat we niks in zicht hebben. We hebben hier een wasbak, een wc'tje. We hebben net al wat oude stroompunten weggehaald, want wij hebben al deze krachtstroom die er hangt niet nodig. Dus dat gaat er allemaal af. Hier komt de werkbank te staan. En hier wordt onze, ja, detail corner. We gaan een vloertje leggen, komt mooie verlichting te hangen. Zo direct muurtjes witten en daar krijgen jullie een time elapse van te zien. See you later. Goh, ik ben blij als een man de morgen komt schoonmaken, man. Ja, beter hoor, want het is echt een teringzo hier ook. Goed zo. Rems up. Nou jongens, zoals jullie zien, alle lekkerheid van de muren. We gaan beginnen met schilderen. Update, het is 3 december, alle muren zijn geweerd zoals jullie al hadden gezien waarschijnlijk. Ik ga even wide lens zetten. Ik ben mijn camera vergeten, dus ik moet hier even mee doen. En een deel van de vloer ligt. Super nice. Het begint al ergens op te lijken. Ik ga nu dit muurtje even witten. En als jullie meekijken. Hier in de wc moet ook nog iets gedaan worden. Moet ook nog even gewit worden. Dan is het helemaal netjes. Vloertje ligt. En hierboven komt nog wat. Maar dat zien jullie later. Goeiedag dames en heren. We zijn vandaag weer in de loods. En zoals jullie achter me zien. We zijn bezig met het profiel van onze verlichting. Die je hier ziet. Wat gaan we vandaag doen? Nou, zoals je ziet ligt het vloertje ook helemaal nu. We gaan een zeil spannen. En daar overheen komt onze verlichting, zodat we hierboven een mooie zwarte egale achtergrond hebben. En dan gaan we morgen gaan we met z'n allen ophangen. Verder zijn de TL vervangen voor LED. Hierboven ook. En alle muren zijn netjes wit geschilderd inmiddels. Werkbankje staat. Jullie ook al in het vorige shot hebben kunnen zien. Ja, dat ging ergens op te lijken. Als de verlichting hangt, dan wordt er nog radiatorombouw gemaakt. Hier staat hout ervan. En als de radiatorombouwen staan, ja, dan is het eigenlijk zo goed als klaar. En dan kunnen we hier gaan beginnen met car detailing. Met onze eigen producten uiteraard. Goeiedag dames en heren. We zijn weer in de loods. Het is vandaag 8 december, dinsdag 8 december. Zoals jullie zien, alle verlichting is vastgemaakt op het bord. En zo direct komen we er een paar man, dan gaan we hem even ophangen. Kijk, een nieuw pet. Jordito Company. Hey, Jordito Company. We zijn overal. Hey, er komen zo direct een paar man, die gaan even helpen met dit ophangen. En dan, het begint wat te worden, dinsdag. Ik hoop vrijdag ongeveer hier op plaats te zijn. En dan misschien nog de finishing touches, maar voor nu het ziet er goed uit. Het gaat een goede kant op. We mogen niet klagen. En, ik ga wel weer even filmen als het hangt. Dus tot zo. Dus Ruben weet wat het is. Welkom bij de nieuwe vlog. We zijn hier met z'n allen vandaag.
Ruben is de cv-ketel aan het maken. Er is maar één iemand die werkt. En wel de handleiding nodig. En we staan hier met de fanclub. Yeah!